ontving een bericht van de leukste kinderboeken. Kinderboekenjournaal, kijk uit naar je brievenbus. Oké! Okay. Jet, kijk wel, post. Wat zou het zijn? Ministerie! Ik wil lezen! Nee, ik wil hem lezen! Ik! Oh, gelukkig zit er nog één in. Oké, okay, 3, 2, 1, go! Uit. Wauw. Uit. Wauw. Ik vond het boek avontuurlijk, spannend, realistisch, pakkend, meeslepend, aangrijpend en actueel. Uit. Ik vind dit boek... Sst. Wij willen vertellen. Het is tenslotte het kinderboekenjournaal. In dit boek willen de leden van het ministerie Ralf helpen. Nou ja, willen, Nina wil het niet echt, omdat ze Ralf niet aardig vindt. Omdat Ralf onaardig doet tegen iedereen, zelfs zijn vrienden. Dat is een spelletje waar de Alfa Ralf bellen over dat ze ouders waren gescheiden en dat ze heel veel ruzie hadden. Daarvan kreeg hij heel erg hoofdpijn. En dat hij geen vrienden had op school. En dat die school haten. Het is echt een zaak voor het ministerie. Ze proberen de ministeriezaak zo goed mogelijk op te lossen. Maar door Jack, de zilverman, die constant voor een deur staat, gaat het extra lastig. Maar niet het einde vertellen. Nee, dat mogen de lezers zelf uitzoeken. Ik vond het een heel leuk en spannend deel van het ministerie. Vanne, komt er nog een deel 5? Alsjeblieft. Hoi meiden, wat leuk dat jullie mijn boek hebben gelezen. Ja, ik denk wel dat er een vijfde deel van het ministerie van oplossingen komt. Maar ik ben nog niet begonnen met verzinnen. Dus ik denk dat dat echt nog wel een tijdje gaat duren voordat dat er is. Deze zaak zal er niet meer in voorkomen. Dat is ook een beetje zoals mevrouw Vis tegen Nina zegt in het boek. Als een probleem eenmaal is opgelost, zal je het echt een beetje moeten loslaten. Je zal nooit helemaal precies weten hoe het met iemand afloopt. Dat hoort nou eenmaal bij het werk voor het ministerie. Dag!